Vandaag zijn we een dagje aan het baarsvissen met hardbaits. We gaan proberen zoveel mogelijk stekken af te vissen met zoveel mogelijk technieken. Daarom heb ik ook meerdere hengels bij. Kan ik snel switchen en het meest effectief vissen. Nou, we zijn inmiddels begonnen met vissen en we gaan kijken wat de dag brengt. Nou, het target is vandaag baars, zoals ik nu aan het drillen ben. We vissen met kleine tot middelgrote pluggen. Het grootste wat we zullen gebruiken zal de stingwal zijn. Maar we focussen het meeste op kunstaas van een centimeter of 5 tot 10. Hier zat ik op een slikstikje. Twitchend gevist met tussenpauzes. Vrij snel, het is zomer. Dan kan je nog vrij snel vissen. Zijn de baarzen nog best agressief. Mooi vis. Op het moment ben ik met een twitchbait aan het vissen. En voor twitchbait vind ik het fijn om een reel te gebruiken. Omdat ik dan voor mijn gevoel de beweging iets beter kan maken. Nog een voordeel, omdat je snel vist, kan je met de reel ook snel werpen. Met de molen heb je weer meerdere stappen nodig om uiteindelijk uit te werpen. Met de reel, je haalt je kunstaas uit het water. Je maakt een zwiep en hij ligt er weer in. Dat vind ik ook wel makkelijker. En met de reel vis ik ook vaker met de iets grotere aasjes. Omdat de kleinere aasjes van een gram of 5 toch wel moeilijker zijn om weg te zetten. Daar gebruik ik dan mijn spinhengel voor. Het heeft net geregend. Ik denk niet dat het heel erg veel uitmaakt. Maar we hebben de plas hebben we verlaten voor de rivier. We zoeken plekken met stenen, stroming, een beetje diepte. Kijken of we een paar baars kunnen vangen. We zijn bij een pontje. Telkens als de pont naar de andere kant gaat, komt er heel veel stroming in het water. Er zit veel aasvis. Dus ik denk dat we hier wel iets kunnen vangen. Dus naar een hoornetje en tweede worp aan een baarsje, niet groot, maar we gaan door en kijken of we nog een mooiere kunnen vangen. Yeah boy. Klein stukje verder en weer een baars verder. Ze worden langzaamaan ook groter. Mooi visje. Ik probeer ze op een stek zoveel mogelijk water af te vissen. En het kan zijn dat er net wat baarzen onderaan het talud liggen. Die net met een, bijvoorbeeld een redlin hornet, net kan triggeren om omhoog te komen. Daarom probeer ik altijd om alles wel af te werpen. Wat ik altijd probeer te doen, om best wel dicht langs het talud te werpen.
waar de stenen en mosselen zitten. Dan kan je in principe overal wel een aanbeet verwachten. Maar meestal is het toch wel een meter of 5 uit de top. Als je op een stek als dit vist met steensoort. Voor de visserij vandaag gebruik ik niet al te grote kunstaasjes. Omdat we toch voor baars vissen. En ik denk dat ze nu het meeste op het speldaas, wat we langs de kant zien aan het azen zijn. Dat is een centimeter of 5. Daarop speel ik in door slikstikjes te gebruiken. Redlin hornets. Zowel de gewone als de nieuwe doorschijnende. En verder ook nog nieuwe Stalmer Butcher. Klein plukje dat wat ondieper gaat. Kan je mooi langs de stenen vissen of over ondieptes heen. Verder zijn dit een beetje de aasje waar ik mee vis. Nou, de reden dat we met hardbait vissen. De vissen zijn vrij actief. Ze liggen vaak ondiep te jagen. En je kan heel veel water afvissen, waardoor de kans groter is dat je vis tegenkomt. Dat is eigenlijk de reden dat we met hardbait vissen. Ja, ik knoop dus bijna altijd mijn lijn direct aan het aasje. Omdat kleine speldjes vaak te zwak zijn om grote vis mee te vangen. Het beïnvloedt ook de actie van de plug een beetje. En als ik het direct aanknoop, dan behoudt hij gewoon zijn actie. Nou, laatste stek. En we hebben vis. Ik heb geen idee wat het is, maar het voelt aardig zwaar. Het voelt aan als snoekbaars, maar... Ja, snoekbaars. Uiteindelijk toch nog vis. Mooi snoekbaars. Ik hoopte eigenlijk op een grote baars, maar met zo'n snoekbaars wil je mij toch niet klagen. Gevangen op een Redlin Sting. In tableblock kleur, als ik me niet vergis. Een goede drill. Mag hier weer aan. We hebben vandaag wel een paar vissen gevangen, maar het was niet zoals we hoopten. Nou, het vissen met pluggen is een hele efficiënte manier om veel water af te vissen en echt de vissen gaan zoeken. En mocht je het zelf nog eens proberen, trek er eens er mooi op uit. Je bent lekker bezig. Nee, het werpen, je hoeft niet bijzonders te doen, dus het is niet moeilijk om te doen. En vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal van Salmo en Fox Rage. En dan zie ik jullie de volgende keer misschien wel.